Dat is iets wat we vaker naar moeten gaan nakijken. Ach. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, daar is zo'n ding. Pick up. Shoot down busted pilots als extra missie. Ja, dat doe jij dat even? Dan ga ik op zoek naar die andere zooi. Dat is een extra, dat is een optionele missie die we kunnen doen. Oeh, ammo, of tenminste, wapending. Een 128 sniper. Een 74, dat, kijk, dat wilde ik hebben. Daar was ik altijd naar op zoek. Fuck jou. Pick up. Kijk, hier doen we het voor. Deze sniper is 128 en mijn eigen sniper is level... 123. Nee. Oh, door jou word ik aangevallen, denk ik. Of door wie de fuck word ik aangevallen? Door Zool. Ik kill hem, murderer. Oké. Okay. Death trap, go. In alle opzichten is mijn eigen sniper nog steeds beter. Dat vind ik wel grappig. Kom op, Buzzet, kom even in de buurt. Zal ik je neer kan schieten. Dank u. Gelukt. Zo. Nee. En dank u. Tik. Oké, we zijn bijna. Ja, kom bij mij. Moet ik logisch nadenk. Nou, ik stond bovenaan en ik werd belaagd door helikopters. Ook gezellig. Ja, even, ga ik eerst even wat even looten, maat. Is goed, ik zet er vast wel de dingen neer. Oh, jij weet zeker dat je mij dood wil. Maar dan zeg je second wind, bam. I'll pay you back for that, fuck off. Een midget Goliath! Die is nieuw voor mij. Lukt het? Ja hoor. Oké. Okay. Kijk, grenade launcher, hey. Alleen, ik vind dit stuk van de missie vind ik niet leuk, want light the net with a fire gun. Ja, ik gebruik een fire gun en gebeurt niks. Waar? Waar ik sta. Want dit is overduidelijk een fire gun, alleen het doet niks. Wacht even, laat mij het even proberen. Because this is a fire gun. Het schiet er doorheen. Ja, hetzelfde probleem. Dus... ik ben nog geïnteresseerd wat dat de bedoeling van is. Want ik schiet wel, alleen het doet niks.
Ja, heb je mouw? Nee, heb ik ook nog niet aan. Ja, nog niet aan. Ja, precies. Ik snap dus ook niet precies wat daar de bedoeling van is. Want ik heb zelfs een flame grenade erop gegooid en daar stikt hem ook niet meer aan. Dus ja. Hij staat aan. Kijk, kijk, dus deze is out of ammo. Maar ik heb wel een flame. Rip. Ja, dus ik snap ook niet precies wat hier de bedoeling van is. Can you help me? I'm down. Nee. Fucking net. Ik wil niet gewoon knife als de motherfucker. Knife. Nee. Wat is simpel, dit is overduidelijk een fire gun. Doe ik het weer. Fuck. Rip. Dus ja, ik snap niet precies wat hier de bedoeling van is. Light net with fire gun. Ja. Fire. Dus dit volgens die liepen hier geen fire gun is, maar als dat zo is dan Jouw death trap heeft mij gekilled. Ah, leuk. Laten we even kijken. Mensen die dit ons spel al een keer gespeeld hebben denken echt, hoe de fuck kunnen jullie zo dom zijn? Nou, we stikken het aan met een fire gun. Dus ik weet niet precies wat er ligt. Er misschien ergens in het kamp een fire gun? Ja, het kan zijn dat het een missie gun is, maar. Dat is even look. Maar dan zouden we die af. Meteen krijg je in ons inventory. Is daar nog een enemy? Ja. Fire gun. Wel veel ammo, maar geen fire gun. Tuurlijk liggen shotgun bij het afval. Ja, veilig toch? Ja, toch. Ja, want ik gebruik wel telkens mijn gun die wel fire stuff heeft, dus ik vind het een beetje raar. Ik heb zo'n flamethrower. Ja, maar die hebben we niet. En die kunnen ze ook niet verwachten. Dus er moet ergens, dan moet hier ergens iets liggen. Ik ben op taak aan het klimmen, omdat ja, je weet maar nooit. Deze western muziek, though. Mm-hmm. Ik moet een beetje denken aan Professor Layton, deze muziek. Oké. Ik krijg de latent vibes. Oké, nou ja, ik kom even bij het net weer. Ja, want ik steek de onderkant in de fik en het doet niks. De onderkant waar het gas op is ook niks. Ik heb werkelijk wel geen idee. Ik heb ook werkelijk wel geen idee. Is het wordt dan de eerste quest waar we moeten gaan googlen? Ik ga ook googlen. Volleyball net. Too close for missiles mission. Ah. Huh? Wij zijn niet de enige probleem met het probleem. Wat dan? Jij hebt trouwens snel gegoogeld. Even kijken, toeklas. Heb jij een explosive shit? Ik heb een fucking RPG. Hoezo? Even kijken. Doesn't work. Ik ga even snel vloggen. Oké, moet eens zijn met explosive properties. Yep.
Welkom op zondag. Ik zit midden in de opnames, ben jij lekker boeiend. Ben dus het opnemen van Poker Run HD. We zijn met een quest bezig waar we niet vrolijk voor worden in een game waarvan ik niet weet of ik het al gevlogd heb, ik weet het niet eens. Ben nu lekker aan, ga nu lekker water drinken, dus jullie gaan zien hoe ik mijn water opdrink. Let's have a look. Niet heel interessant. Meerdere mensen hebben het probleem, het is een bug in de game. Het is een bug in de game, deze quest. Leuk! Ja, simpel, het kan wel. Maar dan moet je weer met explosive weapons gaan proberen. En zoals je weet hebben die het moment niet. Dus het wordt later teruggekomen naar deze quest? Perhaps. Welke quests hebben we nog over dan? Dat kan ik nu even voor je a nakaken. Train to catch in memoriam. Level 11 en level 13. Ik zeg dat we die van level 11 gaan doen. Oké. Okay. In memoriam. Locate echo. Locate second echo. Locate the third echo. Is er een mogelijkheid voor dat fast travel nu? Ja, maar dat ding is niet hier. Heb jij die auto nog? Ja. I'm coming. I'm down. Wacht even dan. Hier die plus. Bam, naar rechts. Je wilt toch fast travel? Is het ver weg dan? Gast. Kijk hoe ver weg, als je het M drukt, kijk hoe ver weg het is. Het is bij zo de fucking dichtbij. Oké, dan niet. Maar waarschijnlijk als je aan het fast travelen bent, kom je dus nog nooit. Of tenminste, door deze teleport heen gaat, kom je alsnog daar terecht. Dus, ja. Rip. Look at the echoes. Op zeker, we gaan fucking veel enemies weer tegenkomen. Probably. Maar ja, dit is de laatste missie voor vandaag, denk ik. Wat dan? Oh, shit. 5 over 9. Maar ja, zoals je waarschijnlijk al ziet, is dit eigenlijk lichtelijk wat aan het doen zijn. Goeie stuff inkomen. Kijk, je moet eerst ergens op weer liggen. Ik ga er wel uit. Ik denk daar. Ik denk dat het hier naartoe is. Maybe. Oh, zijn we in dit plaatje weer? Dat was een lange tijd geleden. Snap je. Oké. Waar moeten we precies... Oh, het is helemaal hier. Ik zit niet in je auto, hè? Oh, niet? Nee. Hoe ver is het? Het ligt ook echt random over de map heen. Okay, come back. Plus. Ik ben onderweg. Rij maar. Moet ik even geel geven welk kantje op moet? Ja hoor. Door. Rechts. En links. Achteruit en naar links. Dat stukje. En dan rechts. En hier rechts is het eerste stuk. Hier moet het ergens dicht. Kijk. Nog niks gevonden. Zit hem? Nee, die schuilt. Oké, wat de fuck kunnen we nou ineens 250 maar hebben? You fucking bad. So. Next. Okay. Die kant op. De weg afvolgen. Andere kant op. Hier de weg volgen en je komt vanzelf het volgende punt tegen. Ja, ik zie hem al. Nou, waarom gaan we zoeken? Wacht, hebben we deze niet? Waarom hier dit vorige episode niet wel mee bezig? Deze? Nee. Ja.
Nou, zijn tenminste verder gekomen dan vorige keer. One hit with a sniper, of is it one hit with a rap en die psycho is gaan pleiten. Shut off, there's no meds, I don't care. Badass psycho. Badass dood. Laat mij mee. Aan de kant, aan de kant. Boom. Boom. Oké, okay, ik heb al mee. Ik heb nog in de auto gezeten. But now the question. Waar de fuck is het ego? Kijk, niet hier. Kijk, ook niet hier. Ook niet hier. Ik zweer, als deze game zo vol zit met bugs, dan ben ik ook zo van, ja. Dat maar niet. Money. Dan weet money. Ik weet niet of het een open world game is, maar... Toch even, de vorige was ook een beetje flauw verstopt. Op exact dit punt hebben we de vorige vastgezeten. Money. Anders wordt het weer googelen. In memoriam echo locations. Echo locations, bla bla bla, maar ben ik blij dat ik niks opneem, hè? Ja, kom op. Ja, dit is waar we nu zijn. Billy Monks geven nu nog maar 1 XP. Even kijken. Als het goed is, zit ergens aan de paal. Zit ergens aan de paal vast. Ergens aan een paal. Heerlijk zoeken. En welke paal dan? Oh, ik heb hem gevonden. Medi? En alleen de vraag is hoe activeer ik dat ding. Waar dan? Ik zit erboven. Waar boven? There we go. Daar is je echo. Jezus, moet je ook maar weten weer. Next. Map. Oké, die kant. Over die brug hierheen. Ja, maar opnieuw, dat zijn gewoon echt van die bullshit locaties. Dan naar rechts. Deze weg volgen. Weg volgen. Jawel. Oh, wat eng. Two hits en ze zijn weg. 1 experience geven die dingen. 1. There we go. Ze doen ook gewoon geen damage, hè? Die Biddy Monks. Ze doen gewoon geen damage. Heb je found it? Nee, ik word aangevallen door Rax. En die fucking beesten doen geen damage. We hebben wel knockback. Hm.
Zeker allemaal terrible. Dacht ik al. Found it. Ja? Lacht zat ernaast op de muur. Turn in. Sanctuary waarschijnlijk moeten wij in. Probably. Oké, waar zit dichtst bij zijn we moeten die kant even oplopen voor onze wagen. Wauw, Roland en Lilith. Who knew? Ja, toch. Oh, ammo, dat is ook wel handig. En health, ook altijd handig. Redeploy. Ja, ik kies toch ook wel even. Humble, mijn reet. Ik ben aan het doen. Hold. Ja, zit erin. Mooi. Mijn sanctuary. Oké. Choo-choo! Wat ben je aan het doen? Nou, ik heb een nieuwe relic gevonden. Die heeft die zorgt ervoor dat boost niet uitgaat. Ik kan boost activeren en dan blijft hij ook aan totdat hij leeg is. Sorry voor mijn German. Zo. Ja, man. Kijk je alsjeblieft uit. Wat ben je nou aan het doen? Zoals ik al zei, boost gaat pas uit wanneer ik ergens tegen. Of ergens tegen aanknal. Of niet die leeg is. Dank u. Zou zeker met 10 meer quest zijn in Sanctuary. Wie weet, misschien. Misschien niet. Yep, er zijn weer quests. Typisch. Moet ik hem in turn of turn jij hem in? We hebben nogal... Of ga jij quests doen? Ik leef die van mij, ik leef hem wel in. Jij leeft pak helemaal quest. Ik ga een quest pakken. En dat vind ik wel even mooi geweest voor vandaag. Ja, toch. Ja, dat heeft Steam Games wel over races. Het is over oppakken. Je hoeft niet tot bepaalde punten te komen, bepaalde recordings te hebben. Het is gewoon van klaar. Greetings. Do you feel you have too many bullets? Have you heard of these insect things called larvae? Top. Next. Ik wil hem wel taken, dan hoef ik dat niet meer te doen. En dat Roland hier bovenin zit. Pick up. Head to hideout. Nou, dat wil ik één ding niet meer te doen. Oh, nieuwe customizer. Oké. Okay. Laten we even kijken welke quest we even uit. We zitten even de spul. En. Hebben we alle quests? Ja, oké, okay, nice. Ik ga even kijken of die man wat nieuwe wapens heeft die we kunnen kopen. Zeker niet. Ja, nou. Marcus. Een echo. Attention. No jobs for you. Buzz out. I only have one question to ask of all of you. 100 en... Niet veel shit dus. Nee, terrible stuff. Wat vind je van mijn nieuwe hoofd? What the fuck?
Maar laten we kijken naar deze aflevering van Borderlands 2. In de volgende aflevering gaan we meer doen. Tot dan. Bye. Later.